Er zijn een aantal handige manieren om te weten of een getal deelbaar is door een cijfer. Delen door 0, dat kan niet. Waarom dat niet kan, maakt het volgende voorbeeld misschien een beetje duidelijk. 6 gedeeld door 2 is 3, want 3 keer 2 is 6. Maar 6 gedeeld door 0 kan niet, want iets keer 0 is altijd 0. Er is dus geen getal wat keer 0 6 oplevert. Dus delen door 0 doen we niet. Delen door 1. Alle getallen zijn deelbaar door 1. Want een getal gedeeld door 1 blijft datzelfde getal. Delen door 2. Alle even getallen, getallen die eindigen op een 0, 2, 4, 6 of 8, zijn deelbaar door 2. Delen door 3. Als je de cijfers van een getal bij elkaar optelt, en dat is deelbaar door 3, dan is het hele getal ook deelbaar door 3. Is 714 deelbaar door 3? 7 plus 1 plus 4 is 12. 12 is deelbaar door 3, dus 714 is ook deelbaar door 3. Delen door 4. Als de laatste twee cijfers deelbaar zijn door 4, is het hele getal deelbaar door 4. Is 3256 deelbaar door 4? 56 is deelbaar door 4, dus 3256 is ook deelbaar door 4. Delen door 5. Als een getal eindigt op een 0 of een 5, dan is het deelbaar door 5. Delen door 6. Als je een getal kan delen door 2 en door 3, dan is het getal ook deelbaar door 6. Delen door 7. Dat is de enige waar geen handige manier voor is. Delen door 8. Als de laatste drie cijfers van het getal deelbaar zijn door 8, dan is het hele getal deelbaar door 8. Is 7104 deelbaar door 8? 104 is deelbaar door 8, dus 7104 is ook deelbaar door 8. Delen door 9. Als je de cijfers van een getal bij elkaar optelt en dat is deelbaar door 9, dan is het hele getal ook deelbaar door 9. Dus is 1692 deelbaar door 9? 1 plus 6 plus 9 plus 2 is 18. 18 is deelbaar door 9, dus is 1692 ook deelbaar door 9. Delen door 10. Als een getal eindigt op een 0, dan is het getal deelbaar door 10. Deze regeltjes kunnen je helpen om snel te bepalen of een getal netjes deelbaar is. Wil je meer van dit soort handige rekenregeltjes weten? Volg ons dan bij Wiswereld. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.